ben Niels Roemen, mede-initiatiefnemer van Durf te Vragen en de Waarmakerij. De Waarmakerij is een pand op de Torenhofstraat 117 in Nijmegen. En het is een coworkplek. En hij is ontstaan doordat we met een aantal van de initiatieven waar ik mee werk, merkten, we laten in Nederland vreselijk veel waarde onbenut. 7 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte staat er leeg, weet ik het, hoeveel computers staan er weg te schimmelen in kelders en ga maar door. We hadden het idee, als we die leegstaande dingen gaan benutten en bij elkaar gaan brengen, dan kan je dus nieuwe waarden creëren. Dus dit pand hebben we in bruikleen gekregen. Al het meubilair is gemaakt van spullen die we anders weg zouden kieperen. En het is nu een coworkplek voor zelfstandige ondernemers, die daardoor eigenlijk op een hele makkelijke manier, en het zijn vaak sociaal betrokken ondernemers, hun initiatief kunnen lanceren. Nou, dit is de Waarmakerij. Dit is de coworkplek, dus je kan hier gewoon naar binnen lopen, is elke dag open. Geert is een van de vaste bewoners hier, die krijg je er gewoon niet meer uit. Ik ben Geert Gruin-Breitler, ik ben eigenaar van Cymex en dat is een softwarebedrijf. Mijn naam is Geert Snijders en hier op de Waarmakerij werk ik als meubelmaker. Ik ben André van de Groot. Ik werk als freelancer, als event- en projectorganisator. Ik ben Cindy Klawin en ik ben freelance journalist. De filosofie van de Waarmakerij en eigenlijk de filosofie van Durf te Vragen is dat om iets voor elkaar te krijgen, je niet als eerste om geld moet vragen, maar als laatste op het moment dat je op een andere manier niet gelukt is. En in Nederland hebben we collectief afgeleerd om hulp te vragen. Kinderen die vragen, worden overgeslagen. Dit is ons en masse ingedreund. Het is niet waar. Kinderen die vragen, worden vaak geholpen. En volwassenen die vragen, die maken tenminste duidelijk waarmee je ze kan helpen. Het is een hele gave co-werkplek. Ik ben hier anderhalf jaar geleden binnenkomen wandelen. En ik... je ontmoet steeds weer nieuwe mensen. Nou ja, behalve die gezelligheid natuurlijk, levert het mij ook wel ideeën op. Ik hoor hier verhalen van mensen die met projecten bezig zijn. Het heeft voor mij opgeleverd dat ik heel makkelijk dingen kan delen waar ik mee bezig ben en kan vragen van, goh, zou je het ook zo doen? Wat vinden jullie ervan? De hashtag Durf te Vragen die is verzonnen door Martijn Aslander. En hij belde mij op, want hij dacht al een tijdje mee met Durf te Vragen van, god Niels, je hebt die workshops nou door het hele land heen. Zou het niet cool zijn als mensen die niet aanwezig zijn in de workshop wel mee kunnen denken? En toen kwam hij met het idee, dus plaats de vragen uit de workshops ook op Twitter. En gebruik die hashtag Durf te Vragen. Ja, dat is een eigen leven gaan leiden. Ik bedoel, het heeft nu een dagelijks bereik van zo'n 200.000 mensen. Hier zit Books for Life, die verkopen boeken voor tweedehands prijzen en de omzet gaat naar een aantal goede doelen. Je kan begrijpen, die hebben weinig budget om een ruimte te huren, wij hebben een heel pand, dus die zitten hier gewoon. En het voordeel voor ons is dat daardoor de Waarmakerij elke dag van 1 tot 5 ook open is. Ja, ik heb weinig verstand van het monetaire gedeelte van de crisis. Maar wat ik wel weet is dat in heel veel processen, daar waar de crisis het gevolg heeft dat de geldkraan dichtgaat, een hele hoop organisaties niet weten hoe ze dan verder moeten komen. Daar zitten we nu. Terwijl er is zo vreselijk veel over om de organisatiedoelstelling nog steeds wel te realiseren, wat we niet aanboren. Daar kan een verband in zijn van, joh, wat zou er nou gebeuren als investeerders niet meer alleen geld, maar ook hun waarde mogen investeren? Is het nou de directiewagen die maar één keer per week wordt gebruikt? Of een paar uur van het secretariaat gebruik mogen maken? Of de vergaderzalen van weet ik het welk bedrijf die maar 3 dagen per week volstaan en dus 2 dagen per week gebruikt kunnen worden door sociale initiatieven? De keuken. Het mooie is, het pand kregen we van de wooncorporatie Standvast. En toen Wooncorporatie Portaal daarover hoorde, zei ze, ja, maar dit vinden we zo cool. Wij gaan zorgen dat jullie een keuken krijgen. Dus ineens gaan 2 partijen die niet van nature samenwerken, hierin wel samenwerken omdat ze het project zo vreselijk gaaf vinden. Ik ontmoet, sinds we het dan hebben over de crisis, steeds meer prachtige mensen die vanuit hele andere drijfveren prachtige dingen aan het doen zijn. Ik vind het dus geen donkere dagen. Ik vind het een tijd die heel duidelijk laat zien dat een bepaald systeem niet langer houdbaar was. Volgens mij gaat elke verandering gepaard met loslaten van het oude en doet dat vaak pijn. Maar als je ook ziet naar het nieuwe wat er voor in de plaats kan komen, dan kan het ook prachtig zijn. If you got a problem, don't care what it is. You need a hand, I can assure you this. I can help.
like a two-stroke.